Dus als je ons straks op tv ziet of zo, dan worden gezocht, dan zitten we ondergedoken. Het is zaterdag, 12:13. En Mitch en ik zijn in Antwerpen. We zijn met de Flixbus gegaan van de Rotterdam Centraal. Dat is echt 5 euro per persoon en je bent er echt binnen een uurtje. Dus nu gaan we eventjes ergens ontbijten en dan gaan we daarna even onze koffer naar het hotel brengen en dan gaan we lekker de stad in. Chocoladebroodje. Lekker. Een ambetje. Wat boelt u? Ik ga niet redden vandaag. Ik ga echt niet redden. Pink en eieren. Een broodje. We zijn verdwaald. Verdwaald, nu al. We hebben even onze... Nee, dat is een park waar we naartoe gaan. Oké, okay, jongens, we weten, we moeten in het centrum komen, maar we zien alleen maar lelijke gebouwen en we bomen. We moeten naar Louis. Ja, we moeten naar de Louis Vuitton winkel. Nou, we hebben het eindelijk gevonden na denk ik een half uur lopen. Schat, we moeten nu die kant op, hè? Anders gaan we weer vertalen. Britt is weer lekker aan het eten. Brusselse wafels? Een Brusselse wafel in Antwerpen. Helemaal goud. Valentino, Moncler, Hermès, Philipplein, Chanel. En daar is volgens mij Louis. Ja, dat is wel. Hallo, daar zijn we weer. Weet je, heb net een polo gekocht bij Moncler, bij de Moncler winkel. Ik ben blij. En wij werden echt gewoon behandeld daar als koningin. Echt bizar. Ja, zo ja, voor dat geld wel, maar we moeten hier. We kregen nog net geen champagne. Echt luxe. Dat zijn we niet gewend in Nederland. Maar nu zoeken we de Louis Vuitton winkel, die hebben we nog steeds niet gevonden. Nee, even zoeken. Yay, Louis Vuitton. Britt koopt even een tas van 7,5 van mij. Leuk. Eentje moet de eerste keer zijn, toch? Nu ken het. Nu ken het. Maar hij is ja. Wel heel mooi. Louis Store. Champagne. Champagne. Tasje. Die vind ik ook. Uit de Louis Store. Yay, I got my bag. She got back. Nu, ja, ben je gelukkig? Ja, heel ja? Erg. Oké, okay, mooi. Nu gaan we even wat lekkers eten. Ja, tenminste, we gaan wat zoeken. En dan we hebben best wel honger. Lekker stokbrood, kaas. Kom maar. Vind je de hand met je gefeliciteerd? Pizza! Ja, wat heb je? Pizza. Ja, maar pizza. Pizza bakjes. Na een half uur verder, eindelijk mijn spulletjes ook opgehaald. Ja. Die Squid shirtje en een paar Maison Garments. Ik ben er blij mee. Nou, het is inmiddels 4:30 en Mitch en ik zijn nu in het hotel. We zijn sinds vanochtend 10 uur zijn we al aan het shoppen. Nou, we gaan even laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Mitch heeft iets gekocht van Moncler. Moncler, maar het is best wel goed ingepakt. Ja, het is echt goed ingepakt. De plakband is, laat maar zeggen, een tekentje van Moncler. Dus je hebt niet heel simpel gewoon een plakbandje mee. Nou, laat jij maar eerst zien. Ik ben hier nog even mee bezig. Nou, ik heb in ieder geval bij de H&M deze was maar 15 euro, dus die vond ik wel leuk. Een rok gekocht van zo'n stretch, net tot over de knie. Leuk, gewoon met mijn laarsjes eronder op nieuwe Stan Smith. En ik heb ook nog... Lijkt godverdomme zo... Ik heb ook nog een MAC lippenstift gekocht en dat is deze, de Viva Glam 2. Het is een beetje een bruin tint. Hij lijkt een beetje op Velvet Teddy, maar hij is net iets anders. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Nou, hij is open. Gewoon een grijze basic polo. Ja, leuk. Gewoon voor de bij, leuk. Gewoon voor de bij. Leuk. Ik heb eindelijk... mijn Louis tas! Dit is zeker ook helemaal netjes ingepakt. De Louis tas, nou daar ga ik verder. Ik heb ook nog een D-Squad shirt. Leuk van de zomer dadelijk, lichtblauw. Dat was trouwens een hele leuke winkel. Fortuna heette die winkel? Ja, Fortuna. Fortuna op de Keizerlijn. En ik heb een paar schoentjes. Mijn Maison Garments. Hele toffe schoenen. Nederlands merken?
deze bummen. Volgens mij wel. Ja, heel tof. Ja, ik krijg die toch niet open. Ben er blij mee. Nee joh, laat dicht. Oh, volgens mij kan ik dit er gewoon afhalen. Whoopsie. Zijn we toch wel niet? Hij top. Natuurlijk, dit zit ook weer helemaal zo ingepakt. Hij is kapot. Nee, hij zit toch helemaal zo. Ja, hij is nu helemaal plat. Ik wil hem eigenlijk even niet groot maken, maar jullie hebben hem wel in het vorige filmpje gezien. Want dan kan ik hem gewoon weer even mooi in de doos doen. En ik heb mijn initialen erin laten graveren. B.V. Brit Verdonk. Dat die echt van mij is. Wat is het? Weet ik niet, wat zit erin? Een slot. Oh, die kan op de koffer. Nee, ja. Nee, daar kan je ook echt even zo je tas mee dicht doen, toch? Nee. Maar dat hangen ze meestal aan de zijkant hier doorheen. Dus het ziet er nu heel raar uit zo, dit tasje. Maar ik heb geen zin om hem helemaal uit te vouwen. Dan kan ik hem gewoon weer in de doos doen. Mooi. Ik ben er echt super blij mee. Dus we hebben echt super leuke aankopen gedaan. Zeker. Nu mag al. Wat kosten, maar... Nu gaan we even lekker zwemmen. Nu gaan we lekker zwemmen, ja. En vanavond sushi eten. Oeh. Lekker. Welkom in je nieuwe huis. Met een drie feest zwembad. Ja. Echt een baantje. MTV crib. In mijn crib. We hebben sushi gegeten. We zitten allemaal vol. Ja. We hebben koekjes en chippies gehaald voor op de kamer. Lekker op het hotelkamertje. We gaan vanavond niks doen, een beetje tv kijken. Echt lekker. Lekker ontbijten. Eitje. Lekker. Oké, Mitch en ik zijn onderweg naar de Vogeltjesmarkt hier in Antwerpen. Want op zondag zijn de winkels hier verder niet open. Maar de markt staat er ongeveer tot en met 2 uur vandaag. Het is nu 11:45. We hebben net uitgecheckt in het hotel. En we gaan eventjes kijken daar of daar nog... wat daar eigenlijk is. Ik weet niet echt wel. We hebben een pak ezel. Ja. We hebben de spulletjes maar meegenomen en niet in het hotel gelaten. Alleen onze koffer. Je weet maar nooit wat voor gekken er daar zitten. Nee, maar we gaan gewoon eventjes kijken en een beetje snuffelen daar. Mitch en ik lopen op de Vogeltjesmarkt. Geen kut aan, nee. Niks voor ons. Nou ja, op zich, ik zag wel een paar leuke dingetjes, maar het is nog best duur hier voor een markt. Voor een vest, godverdomme, betaal je gewoon €50. In de winkel, dat vest wat ik zou hangen, heb ik €30 betaald. Moet niet gekker worden. Dus het is zo lekker weer. Wanneer je wilt eten, want je hebt honger. Ben ik het een keer niet, ben jij het wel? Ik heb een pannenkoek, we hebben lekker bitterballetjes. En Mitch heeft een broodje met kipcurry. Dus ik heb hem lekker gegeten net. Op een terrasje. En toen moest Mitch afrekenen. En die man toetste het verkeerd in. Het was eigenlijk €23,90. Toen zag ik het bonnetje eruit komen, toen zag ik €3,90 staan. Ik zeg, Mitch, haal bonnetje dan. Ik zeg, kom, we gaan snel weg. Toen zijn we maar een beetje weggevlucht. En nu hebben we dus €20 te mede betaald. Dus als je ons straks op tv ziet of zo, dan worden gezocht, dan zitten we ondergedoken. Weet je, ik zit in de bus. In de Flixbus of Flexbus? Ik weet nog steeds niet hoe het Flix, het is Duits. Flixbus. En nu gaan we terug naar Rotterdam Centraal. Dus ongeveer een uur en een kwartier rijden. Dus zijn we lekker bijna thuis. Hoi! We zijn er weer! Joehoe! Yummy! Zo, gaat-ie? Mitch en ik zijn inmiddels lekker thuis. Ik lig al in bed. En Mitch en ik gaan nog even tv kijken. En ik ga eventjes de vlog editen van Antwerpen, zodat hij morgen online komt te staan. En dan gaan we lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Doei doei!